De gemeente Wijchen presenteerde donderdagochtend al om 11 uur de definitieve verkiezingsuitslagen. Met kernachtig 12 zetels, CDA 4, D66 2, de VVD 3, Partij van de Arbeid 3, Sociaal Wijchen 1, Wijchen Lokaal 2 en Gewoon Wijchen hadden niet voldoende stemmen om voor een zetel in aanmerking te komen. Burgemeester Hans Verheijen maakte de uitslagen bekend in het kasteel in Wijchen.